We zijn vandaag in Limburg beland en we zijn in het plaatsje, een plaatsje tussen Heidhuizen en Weert. Oh ja, Leverooi zijn we. Als ik het goed zeg trouwens hoor. Leverooi, Leverooi, nou zoiets. In ieder geval tussen Heidhuizen en Weert, zoals ik al zei, heb je een camperplaats aangelegd bij een zorgboerderij. Je ziet hier achter mij. We staan vandaag overigens met twee campers. Toeval wel dat het vaste kijkers van ons videokanaal zijn, dus ook wel leuk. Uit België nog wel. Is ook niet zo gek, want het is hier vlakbij. Dus ook voor de Belgen is dit natuurlijk een ideale plek om even een weekendje naartoe te gaan. Maar goed, mijn verhaal. 4 kilometer van Heidhuizen. Dat schijnt een heel mooi plaatsje te zijn met leuke oude pandjes. Althans, dat is mij verteld door iemand die daar bekend is. Wij zijn er niet geweest, want het was gisteren nou niet echt je van het weer, zeg maar. Het regende een beetje. Roermond is ook maar 12 kilometer op de fiets, dus is het nog prima te doen. Moet wel iets mooier weer zijn. Alhoewel, het zonnetje gaat vandaag schijnen. En ik heb begrepen, de komende dagen helemaal, dus wij gaan een topweek tegemoet. Nou, even over de camperplaats verder. 25 plaatsen heb je hier, met verzorging alles erbij. Inclusief wifi, inclusief douche en toilet. Dus het is er allemaal. Het kost 17 euro. Nou ja, en verder kun je eigenlijk niet heel veel erover vertellen. Althans, aanvullend, hele royale plaatsen. Dus dat mag ook wel even gezegd worden. Ik denk dat je hier vooral in de periodes met mooi weer perfect kunt vertoeven. Heerlijk zit je er buiten. En je zit binnen de natuur. 'S Morgens vroeg kraait de haan. Dus je bent op tijd uit de veren. En kunt genieten van een lange dag hier in Leverooi. Oh ja, dan moet ik nog even vertellen. Er is in Leverooi niet veel. Er is een bakker, dus dat nog wel. Lekker vissen en bootjes hebben we gisteren opgehaald, stokbrood. En je hebt hier vrijdag en zaterdag een patatkraam. Die staat midden in het dorp bij de kerk. En heerlijke patatten. Dus wij hebben er gisteren even van genoten. Nou ja, en verder. Oh ja, de wifi doet het ook prima. Valt mij op. Nou staan we hier trouwens maar met twee, dus je weet niet hoe dat is als er met meerdere zijn. Dus hij bufferde af en toe een beetje het internet. Want ik was natuurlijk weer Formule 1 aan het kijken. Maar verder prima vertoeven hier en heerlijk rustige nacht. Een korte aanvulling was ik even vergeten. Je kunt hier op 3 manieren betalen. Je kunt het overmaken, staat in het informatiehuisje. Je kunt het overmaken op een rekening met een omschrijving. Je kunt het in een envelop doen. En je kunt een QR-code scannen. Dus wat dat betreft, maakt niet uit wat je bij je hebt. Betalen kun je altijd.